heart I try, try. Dat betekent dat we op het podium komen voor jullie met schoolvolk. Dames en heren, maar ik ga jullie voorstellen. Hey, Nelton Palacios. Hey! En iemand met de naam José Izquierdo. Hey! Ik heb gelukkig de teammanager tegen die hoop bij mij, want mijn Spaans is fantastisch. Eerst wat vraagt dus voor Harry Belton. Harry Belton, hoe bevalt het jou hier in Brugge? Oh, de hoest dat ik jammer was. Is dat een hoest op? Heel tevreden, heel gelukkig in Brugge. Gesteund van de supporters van iedereen en dat het me helemaal lukt. Wat hadden ze jou over club verteld, meneer Walter? Ik denk dat daarom zo goed was dat je gekomen bent. Ik ben heel grote club is, de grootste van België. En ik ben heel blij om hier met feest te kunnen bijdragen aan, aan deze mooie club en aan de fans. En om vandaag opnieuw een overwinning te hebben thuis. Ze zijn wel goed mee met de zaak in Colombia, vind ik. Hoe wat vond Harry Belton van de wedstrijd? Oké, op je naast van de partij. Ik ben doorloopt naar Het is een grote wedstrijd, een moeilijke wedstrijd ook. Maar goed, we hebben er allemaal iedereen er 100% voor gegaan. Ook in de tweede helft nog altijd. En dan merk je dat het ook gelukt is op karakter vandaag. Maar ja, goed, we zijn heel blij dat we die 3 punten thuis waren. 3 punten waarvoor hij mee verantwoordelijk is. Dankjewel, Harry Belton Palacios. Hoe gaat het met Jos? We hadden het niet gemakkelijk vandaag, Jos. Wat is jouw verklaring daarvoor? Ik hoop dat het niet helemaal goed vast is. Ik kom maar op de plek waar ik een partij is. Dat is wel een lastige plek. Welkom. Three important points. So that puts us 3 points ahead now for the competition. But can you give an explanation? Why was it so difficult? Was it because you had very little space to operate in? Ja, gelukkig hebben we de respectie wel, Jelle, die het wel kan afmaken voor ons en nemen we die 3 punten mee naar huis.